Heb jij ooit iets gestolen in je leven? Als puber of als kind? Jazeker. Ja, na het verhaal van de kikkers schrik ik van niks meer, hoor. Ja, ik heb als platen, LP's, dus heb ik... Dat is moeilijk om te pikken, want dat is... En ik kom dat. Nee, maar dat is groot en vierkant. Ja, ja, dat is groot en vierkant. Maar wat ik deed... Maar ik heb dat niet vaak gedaan, hè. Dat weet ik nog wel bekend, hè, die zijn hier. Dat was... je had soms van die dubbele LP's of van die heel LP's waar de hoes heel breed van was, ja, zeg maar. Ja, ja. En daar kon je soms een andere hoes insteken. Dus dan kocht je er één. En die tweede had hij dan... De gratis eigenlijk erbij. Ja. Ja. En waarschijnlijk die eerste, zo'n dubbele hoes, was altijd een beetje specialer en duurder. Dus ja, je compenseerde dat wel een ja, beetje. Ja, voilà. Ik kocht wel iets. Ja. En nooit gepakt geweest? Nee, maar wel door mijn moeder betrapt eigenlijk. Oeh, dat is een erger. Ik had dat was in een uitverkoopbak van een platenwinkel, stonden er cassettes. Ah ja. En ik had er eentje mee gepikt. Van Pink Floyd, Relics. Dus ik moet een jaar of 16 geweest zijn, denk ik, of zo. En ik kwam thuis, maar ik bedoel, en ik herken dat ook in mijn aan mijn kinderen, van, ik zit onmiddellijk met een schuldgevoel, ik moet dat dan zeggen. Dus, en ik zei tegen mijn moeder, kijk, wat ik gekocht heb voor 20 frank. En ze geloofde de niet. Domste leugen ever. En je had 20 frank voor een cassetje, en die had dat gepikt, en dan echt, dat moeten toegeven. En dan zei mijn moeder, zo van, je gaat dat nu terugbrengen. Of ik belde de police. Als moeder zei altijd, ik belde de police. En ik geloof daarvan ook. En ik ben dat gaan terugbrengen. Ik ben effectief met dat cassetje in mijn groene parkajas voor die een uitverkoopbak gaan staan. Je hebt het teruggelegd. Ja, ze hadden mij gewoon kunnen betrappen. Of bij het terugleggen van dat cassetje zelfs. Ik heb dat gaan terugleggen, zeg. Nozelaar dat ik was. En welke winkel was dat? Weet je dat nog? Dat was in de Warandestraat in Turnhout. Ik weet niet meer hoe de winkel heette. Oké. Okay. Ja. Maar kijk, je hebt het weer goed gemaakt. Door dat nu op te biechten. Nee, ja, ook, maar door dat terug te leggen. Ja, dat is waar. Dat is ja. Schoon, dat is ja, schoon. Ja, echt dom.